Hallo allemaal. Vandaag is het obesitasdag. De dag van de dikke mensen. Tenminste, zo zie ik dat dan. En ja, tot dat clubje behoor ik ook. Met mijn dikke buik. Laten we eens een dik persoon tekenen. Want hoe teken je nou eigenlijk een dik persoon? Doe je weer mee? Obesitasdag. Ja, een dik persoon. Ja, ik kan natuurlijk gewoon in de spiegel kijken. Ik heb zelf ook een paar kilootjes te zwaar. Best wel wat kilootjes. Maar hoe kan je dat nou een beetje uitbeelden in een tekening? Nou, laten we eens kijken naar het lichaam van zo'n persoon. Kijk, als dat dan dit de... Zo. En dan zo een blouse, zeg maar. De knopen. En als we daar eens beginnen al zo daar spanning op te zetten, zo. Zie je, dan zie je al gelijk van, hey, daar is wat aan de hand. Die knopjes kunnen maar net dicht. En dan hier een strakke broekriem op zo. En dan smalle beentjes eronder. Hier zijn armen. Duimpje. Zo. Elleboogje. Kan hier nog een ankertje tekenen, zeg maar, tatoeage. Hier nog wat borsthaar zo. Een dikke nek. En dan heeft hij ook nog een dik hoofd. Nou, dan zou ik zeggen van, zou je daar ook kunnen beginnen met een peervorm. Zo. Neus. En ik teken natuurlijk nu maar wat. Oren. Ik heb natuurlijk gisteren geoefend. Wil deze persoon ook haar geven? Wat voor haar zullen we hem geven? Zullen we hem een krullenbos geven? Ja, dat is misschien wel leuk. Hier een krulletje. Zo. Beetje matje in zijn nek. Zo. Nou. Ik vind dit wel een dik persoon. En hier ook nog even zo. De spanning maken. Nou goed. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!